Dus de energie die gaat door. De cirkel, die zien we ook in de bewegingen. We gaan proberen de centrum over te nemen van de aanvallers. Ik probeer het centrum over te nemen en in mijn eigen centrum te komen. En ik probeer zelf zijn rugwervel in de cirkel te brengen. En dat zie je in de rol anders, of in het rollen achterover. Vooroverrollen, hier begint de cirkel al. Hey, ga in. Vrouwen van chirurgie. Oké, zij zijn. De pannen bewegen je voort op de grond. Wij doen het chico, niet ook het gevecht bedienen vanaf de grond. Draai om. De kei zwak. Mili. Irimi Tenka. Daar is de bak. Lichaamsbeweging. Hier zie je de zeer controlende beweging naar het lichaam. Pauwtrap, of het tai chi, baby brace, wave hands and arms. Baby brace, pure back, shuttle. Baby brace, shuttle. Sure.
Heen zwart. Zo, wij leren niet zoals Frits om maar de jaw en de bouquet te bedienen, maar we proberen de sfeer te geven vanuit de jaw te verenigen, vanuit het lichaam. Thank you.
Zo. Jij, broer, trek me van het zwaard. Het afpakken. Thank you.
Hi, Lauren. Zwaard aanvallen met of zonder zwaard, de aanpassingen, de aanpakkingen en het overnemen ervan met of zonder zwaard hetzelfde zijn. Dus degene die zwaard aanval maakt, maakt het geen zwaard, valt net zwaar. De techniek blijft hetzelfde. Dus zwaard of geen zwaard, de principe blijft hetzelfde. Dat is ook zo mooi, want dat komt weer toch heel dicht op bij wat zwaarzinnen zijn. Weapons are the extensions of the hand. Je beweegt met een wapen in je hand eigenlijk precies hetzelfde als dat je een blote handen beweegt. Dus daar raken we elkaar fantastisch op. Ik ben daar heel blij mee.